Zo, leuk dat jullie weer kijken. Hebben jullie nou ook wel eens zin in een lekkere snack? Heb ik hier het recept voor een maiskoekje. Heel snel, maar oh zo lekker. Dan hebben we 100 gram zelfrijzend bakmeel. 1 ei geklopt. 150 milliliter melk. 300 gram maïs. Bosje lenteuien, sambal oelek en een snufje zout. Nou, dan doen we alles in de kom. Eerst de meel, dan de ei, want die hoort erbij. Dan de melk. En 3 theelepeltjes sambal. Bij deze gaat 1,5 in, want hij moet al een half uurtje staan voor je gaat bakken. Dus we hebben het al voorbereid, maar we laten nog even zien hoe ik het maak. Speciaal voor jullie. Snufje zout is echt maar een snufje. En dan kloppen die borrel. Zoals jullie zien, is het nu een glad papje. Dan zal ik ondertussen even de olie aanzetten. Goed hoog, des te sneller ligt hij heet. Deze is al wat opgesteven. Dus zetten we deze aan de kant om te rusten. Het bakken gaat makkelijk met een theelepel, of een eetlepel, sorry. En dan even wachten tot het vet of de olie goed warm is. Want anders gaat het fout. En dat willen we niet. Normaal gesproken doe ik altijd even een stukje brood erin. Zodra die bakt, weet ik, is die warm. Vandaag niet. Want ik wil alleen de maïskoekjes laten zien. En niet het gebakken brood. Want ja, dat doet de bakker wel voor ons, hè? Brood bakken. Maar hebben jullie nou ook wel eens zin om te koken, maar denk je van, hey, het lukt niet helemaal. Stuur dan via Facebook een pb, dan koken we met z'n tweeën. Nou, ik denk dat die ondertussen wel lekker warm is. Nou, kijk, we pakken een lepel. Je doet even aan de zijkant. En dan schuif je hem zo bij in. Want anders valt het uit elkaar. Dat willen we niet hebben. Zoals je ziet, drijft wat stukjes weg. Niet erg. Dan draaien we even een keertje mee om
een keukenpapiertje. Lekker uitlekken. Zo, slammat mak aan iedereen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.